Ik ben Hilde van Keer en ik werk als professor aan de vakgroep onderwijskunde van de Universiteit Gent. Om het zelfregulerend leren van leerlingen te bevorderen, wijst de literatuur op het belang van zowel directe als indirecte instructie. Hier gaan we in op directe instructie en wat daar kan worden onder verstaan. Rond directe instructie heerst immers nogal wat spraakverwarring. Het roept bij sommigen doembeelden op van klaslokalen waarin de leraar met ijzeren hand regeert en lesurenlang aan het woord is. Het wordt soms geassocieerd met autoritair lesgeven en eindeloos doseren zonder enige vorm van interactie. Een verkeerde opvatting, want leraren die op een effectieve manier directe instructie gebruiken, zijn net erg actief en interactief. Hun leerlingen trouwens ook. Als leraar heb je bij directe instructie wel de touwtjes van het leerproces in handen en weet je precies wat je wil bereiken. Je kruipt helemaal in je rol van expert. Directe instructie is niet zozeer nieuw of hip, maar het blijft wel een belangrijke methode om basiskennis en vaardigheden systematisch aan te leren. Van directe instructie is de effectiviteit immers herhaaldelijk bewezen. In de literatuur onderscheidt men twee vormen van directe instructie, namelijk expliciete en impliciete instructie. Bij expliciete instructie ligt de nadruk op de WH-vragen. Je legt leerlingen expliciet uit welke strategie ze wanneer, waarom en hoe gebruiken om aan een opdracht te werken. Anders gezegd, je reikt hen declaratieve, conditionele en procedurele kennis in zaken een waaier aan zelfregulatiestrategieën aan. Alleen kennis verwerven over deze strategieën volstaat echter niet. Er is meer nodig. Dat spreekt voor zich. Leerlingen moeten ook vaardig worden in het gebruik ervan en de kans krijgen om ze vele malen in te oefenen, zodat ze deze zelfstandig en flexibel leren inzetten in gevarieerde contexten. Bij impliciete instructie sta je model en toon je het goede voorbeeld. In interactie met de leerlingen demonstreer je en modelleer je hoe je een opdracht aanpakt en op welke manier je bepaalde zelfregulatiestrategieën inzet. Je denkt daarbij hardop na over de strategische keuzes die je maakt. Je verwoordt je gedachten en handelingen hardop. Het leerrijke van zulke impliciete instructiemomenten is dat de leerlingen horen en zien wat anders voor ze verborgen blijft. Jouw voorbeeld en modelgedrag kunnen je leerlingen vervolgens imiteren. Dit alles kan klassikaal worden georganiseerd, maar ook in kleine groepjes, al dan niet tijdens momenten van bijvoorbeeld pre-teaching of verlengde instructie. Overlaat je leerlingen doorheen de lessen dus niet met voor hen vaak vage verwachtingen, zoals bijvoorbeeld maak een planning of plan je aanpak, zonder daarbij directe instructie te voorzien om hen dit eerst aan te leren. Toon hen met andere woorden expliciet hoe zo'n planning er concreet uitziet. Vertel hen wanneer en waarom zo'n planning een interessant hulpmiddel is en hoe ze het kunnen gebruiken. Oefen met hen stap voor stap hoe ze zelf een planning kunnen maken, opvolgen, bijsturen en blijf daarbij voortdurend vinger aan de pols houden. Dit doe je bijvoorbeeld door zelf als model of samen met je leerlingen, onder meer aan de hand van een weekkalender, het lesrooster of de schoolagenda, bepaalde activiteiten of deelopdrachten binnen een grotere opdracht in te plannen, die planning te evalueren en bij te sturen. Denk bij dat alles hardop na over alle strategische keuzes die jullie tussendoor maken. En dat doe je niet bij één gelegenheid, maar pas dit toe in verschillende lessen en vakken. Enkel zo kan transfer en het functioneel en aan de leercontext aangepast leren gebruiken gerealiseerd worden bij alle leerlingen. Ook het maken van een spreekbeurt is een voorbeeld van een typische schoolopdracht die leerlingen zelfstandig, vaak als huiswerk en dus thuis moeten voorbereiden. De ene vaak al met wat meer hulp van de ouders dan de andere. Waarom het niet anders aanpakken en een dergelijke complexe opdracht samen met je leerlingen voorbereiden in de klas? Denk met hen samen na voor wie ze de spreekbeurt voorbereiden, waarover het zou kunnen gaan, welke informatie ze moeten opzoeken en vervolgens selecteren, hoe ze hun spreekbeurt kunnen opbouwen en vormgeven, bekijk samen met hen de timing en zo verder. Maar ook bij jonge kinderen in de kleuterklas kan je als leraar directe instructie voorzien. Zo kan je het spel leerrijker maken door met de kleuters mee te spelen
en hardop te vertellen waarom je iets voorstelt of doet. Tijdens een kring- of leergesprek kan je een actieve rol opnemen en hardop denken terwijl je een probleem oplost. Wat moet ik zoeken? Wat weet ik al? Even controleren. Volgende stap. Ik zie het niet meer. Niet opgeven. Ah, toch. Zo moet het. Dat is fijn. Het wordt tijd dat ik eens alles op een rijtje zet. Hoe komt het dat ik daar fout zat? Daar zal ik in het vervolg moeten opletten. Zoals je hoort, directe instructie heeft dus niets te maken met autoritair lesgeven en passiviteit bij de leerlingen. Wel in tegendeel.